Vandaag wordt bekend dat de nieuwe technisch manager Rob Möckeling gaat worden. Ja. Ben je er blij mee? Ja, ik ben er heel blij mee, eerlijk gezegd. Ik ken Rob niet heel goed. Ik weet wel, de keren dat we elkaar tegenkomen was het heel oké. Respectvol naar elkaar. Maar belangrijker nog vind ik dat als je ziet wat hij allemaal al gedaan heeft, dan is het denk ik voor elke trainer, en zeker voor een trainer, relatief jong. Zoals in mijn positie, ik denk dat dat een toegevoegde waarde is voor mij. Wat gaat hij voor werk uit handen nemen van jou? Nou, hij heeft een behoorlijk takenpakket, heb ik al begrepen. Het is in eerste instantie ook een dubbelfunctie. Maar kijk, een klankbord is natuurlijk voor elke trainer goed. We hebben nu al met onze clubicoon heb ik ook een klankbord. Dus ja, heel veel kwaliteit om je heen, heel veel persoonlijkheden om je heen. Want dat vind ik ook van Möckeling. Dat kan alleen maar goed zijn voor de club. Zie jij hem nou als jouw nieuwe baas? Ik kan met iedereen werken. Of hij nou mijn baas is of op gelijkwaardige voet. Daar hou ik me niet eens mee bezig. Nogmaals, het gaat om wat goed voor de club is. En ik moet maar zorgen dat ik met iedereen kan werken die mijn baas is of niet. En je hebt gezien onder Maurice Stijn hoe het is als er geen technisch manager is. Ja, het kan voordelen hebben, maar het kan ook heel lastig zijn. Nu is het vaak zo dat je als trainer je met een hoop andere dingen bezig moet houden. En wat dat betreft voor mij zou dat wel misschien hier en daar wel wat overwerk weghalen. Wanneer is dat jullie eerste meeting gepland? Nou, als het goed is die maandag aanwezig. Dus maandag wat mij betreft doen we meteen een bakkie.